De uitzendingen van de parade worden mede mogelijk gemaakt door Jos Dirks Woninginrichting, Flint, Autoschade Frans Bekkers, Loot TV, Brunsum Laat Je Genieten, Parkstad Limburg, L1, MGL, de Rabobank, Snow World, Sound & Light Factory, Seehof, Brandsbuffette Brunsum en Brandbier. Donderdag 5 juli 2012. Van harte welkom bij de eerste aflevering van de Paradejournaal hier vanuit het Vijverpark in Brunsum. Achter mij worden nog de laatste handelingen verricht voor dit geweldige evenement. Het Paradejournaal waar we iedere dag even terugblikken op wat er al gebeurd is. Een vaste gast aan tafel waar we een interview mee doen en waar we wat items van dit geweldige evenement bespreken. En natuurlijk een vooruitblik met iedere dag Jacqueline van der Zwaard, die ons gaat vertellen wat er de komende dagen zoal in Brunsum te beleven valt. Voor nu gaan we even een terugblik werpen op de parade van 2008. Our interpretation of Australia and the world. Bishop H, to we say we are ready for you. Loot TV! Onze gast vandaag aan tafel, René Reinders, bestuurslid Faciliteer. Dat klopt, ja. René,
de voorbereidingen van zo'n fantastisch evenement, dat heeft er nog wel wat voeten aan aarde, of niet? Ja, dat klopt inderdaad. We zijn anderhalf jaar van tevoren zijn we bezig. Eerst een goed overleg met alle facilitaire zaken en gelederen, zoals de brandweer, het GOR, de politie en de gemeente. We hebben hele goede samenwerking gehad om alle vergunningen toch voor elkaar te krijgen. Wat toch wel altijd veel meer wordt, omdat er allemaal calamiteiten zijn en de eisen veel strenger worden om evenementen te organiseren. Maar uiteindelijk hebben we het resultaat, wat jullie kunnen zien de komende weken, wat we toch neer hebben gezet met z'n allen. En dat we hopen dat het een mooie parade gaat worden. Ja, daar gaan we zeker van uit. En ja, we hopen natuurlijk ook dat we daar goed weer bij gaan krijgen. Ja. Ik zie hier achter mij, er worden nog de laatste handelingen verricht. Zitten nog allemaal op schema? We zitten nog allemaal op schema. We zijn afgelopen vrijdag zijn we gaan beginnen met het opbouwen van het paviljoen, de tenten en eigenlijk het ketenpark. Het ketenpark is eigenlijk ook nieuw, als ik dat zo mag noemen. We hebben alle zaken zoals het GOR, de brandweer, de politie, het paradebestuur en het vervoer hebben wij allemaal in het vijverpark neergezet. Vroeger, in editie 2008, zat het overal verspreid over heel Brunsum eigenlijk. En dan had je toch wel problemen met communicatielijnen allemaal. En we hebben nu afgesproken met bestuur en besloten dat we alles in de vijverpark kunnen doen. Wat dus eigenlijk de communicatie eigenlijk moet verbeteren. Nou, een hele organisatie zo te horen. En René, kun je even in het kort vertellen, wat is er in de editie 2012, wat is er nu anders dan de voorgaande jaren? Nou, er zijn een aantal dingen die hebben wij als nieuw bestuur hebben aangepast. Dat houdt in de onderbrenging van de groepen. We hebben besloten om die onder te brengen eigenlijk in de hotelaccommodaties. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat de facilitaire zaken, om dat allemaal voor elkaar te krijgen met veiligheid en met beveiliging en zoiets allemaal, zo gigantisch duur kost op dit moment. En tot wij eigenlijk kostentechnisch eigenlijk op hetzelfde bedrag uitkomen met veel minder activiteiten die we moeten doen. En dat is in de Snow World hebben we dan eenmaal afgehuurd. We hebben locatie Rolduc hebben we genomen en Fitland het Sittard, waar dan de groepen eigenlijk verblijven. Verder hebben wij inderdaad, het park hebben wij gekozen voor het evenement te houden. Schitterende accommodatie. Eigenlijk. Dus we hebben daarop ingespeeld op wat we kunnen zien. In een glazen pui gemaakt, in de tent, paviljoen, een terras gemaakt. Zodat je eigenlijk kan genieten van het park wat Brunsum eigenlijk biedt. Verder hebben we nog, met betrekking tot de optocht, die hebben wij gratis dit jaar gedaan. We hebben wel op het Kotenveld, na de optocht hebben wij een evenemententerrein gaan we nog opbouwen. Waar dus eigenlijk de groepen na de optocht nog allemaal zullen optreden. En daar zal een kleine entree gevraagd worden van 10 euro. Maar de kinderen onder de 1,40 meter kunnen gratis naar binnen. En we hopen natuurlijk dat iedereen erin gaat. En dat is eigenlijk nieuw. Omdat na de optocht eigenlijk de groepen weggingen. Maar daar treden ze nog eens een keer 5 minuten tot 10 minuten iedere keer op. Dus dat wordt een hele leuke happening. En laten we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn, hè, voor de komende dagen. Ja. Ik wens je vanaf deze plaats, de hele organisatie en natuurlijk met al die vrijwilligers, heel veel succes en veel plezier met een goed paradeweer. Ja, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Hè. Beste kijkers, we gaan kijken naar een item waarin een stukje voorbereiding wordt gefilmd. En daarnaast een van de eerste groepen die in Brunsum gearriveerd is. De parade gaat bijna beginnen en de parade is een enorm groot festival verspreid over een heel aantal dagen. En dan moet je eigenlijk een goed commando hebben. Dat hebben we met paradevoorzitter Jacques van Oppen. En die heeft zelfs al de hoestabletten klaar liggen in het commandocentrum voor als die moet gaan schreeuwen de komende dagen. Jacques, is alles onder controle? Volgens mij is alles onder controle. Het is wel hectisch, maar het is heel leuk en het komt allemaal vanzelf goed. Wat voor soort tactiek hebben jullie nu mee te maken dan? Ja goed, we hebben een hele strakke planning. Jullie hebben gezien, de paviljoens zijn allemaal al geplaatst. De tent van Stub die staat er, het mijnwerkerspaviljoen staat er, de infotent en de VIP-tent staan er. Liggen geluiden opgebouwd. Nu is het de aankleding van het terrein aan de orde. En natuurlijk de eerste repetities en generale repetities voor de opening donderdag. En dan krijg je soms wel die laatste minute problemen. Bijvoorbeeld een groep uit Mexico die hier 2 dagen eerder op de stoep staat al. Ja, dat was wel verrassend. En natuurlijk altijd in het weekend, dan kun je niks regelen. We hadden geen huisvesting voor hun geregeld. We kregen op een gegeven moment zondagmiddag bericht dat Mexico die avond, die nacht zou komen vanuit Madrid. Toen hebben we hals over kop met danken aan Charles Vroom nog wat luchtbedden kunnen regelen, wat dekens kunnen regelen. We hebben gezorgd dat we, zeg maar, de Brunehal voor hen hebben ingericht. We hebben BHV'ers bereid gevonden om daar aanwezig te zijn.
Dus dat lossen we op. Dat moet gewoon gebeuren. Is het een beetje staat als een politiek, een beetje schipperen hier en daar, wat water bij de wijn doen en dan komt alles goed? Ja, also, je moet af en toe kunnen zalven en af en toe kunnen vloeken. Dat is inderdaad zo. Maar dat komt ook dat nogmaals. Iedereen weet wat hij moet doen en doet wat hij moet doen, dan komt dat vanzelf goed. En Jacques van Op heeft er zin in? We hebben er allemaal zin in, niet alleen Jacques van Op. Na 3,5 jaar zeg maar, voorbereiding is het ook lekker dat we nu langzaam echt aan het festival zelf kunnen beginnen. Mexico is dit, hè? Waarom zijn jullie zo vroeg? Ja, we willen heel graag de Mexicaanse, de Parade Brunson een beetje opruilen. Dus we zijn de Mexicaanse groep zo eerder mogelijk gekomen, zodat die mensen in Brunson kunnen genieten van de Mexicaanse groep. Wat gaan jullie allemaal laten zien de komende dagen? De komende dagen gaan jullie zien de folklore van Mexico. Verschillende dansen uit Mexico. Veracruz, de bekendste dansen uit Jalisco. Is heel apart. Dat komt uit de stad van Hidalgo. Dus heeft heel veel te maken met die parade hier in Brunsum. Is de groep nou voor het eerst in Nederland? Het is voor de eerste keer hier in Nederland, maar die groep reist minstens 2 keer per jaar naar verschillende landen. Een soortgelijk festival hier in Brunsum. Dus de leider van de Mexicanen is ook hier. Kunt u hem eventjes vragen wat hij van Nederland vindt tot nu toe? Ja, dat gaan we even vragen. ¿Qué te parece aquí, Holanda? Ah, es muy agradable, tenemos 2 días está, pero estamos, la gente es muy cálida. Hij vindt het super leuk, die zijn pas 2 dagen, maar vindt de mensen zo vrolijk, zo warm. We krijgen heel veel zin om hier in Nederland te zijn en voor de Nederlandse mensen optreden. Hoe zeg je veel succes op zijn Mexicaans? Mucha suerte. Mucha wat? Mucha suerte. Mucha suerte. Gracias. De Mexicanen zijn er dus als eerste op deze parade. 2012 is weer een paradejaar. Er zullen de komende uren nog een heel aantal groepen arriveren. En dan kan de parade echt beginnen. Beste kijkers, tot zover de groep uit Mexico. Een vast item in ons paradejournaal is de vooruitblik. Aan tafel is aangeschoven Jacqueline van der Zwaard. Jacqueline, van harte welkom. Ik denk dat jij ons alles kan vertellen over de vooruitblik de komende dagen in Brunsum. Vandaag donderdag. Wat is er in Brunsum allemaal te beleven? Vandaag begint de parade eigenlijk, dus de officiële opening. Om 7 uur gaat vanavond hier in het Vijverpark worden de vlaggen gehesen van alle landen die aan de parade meedoen. Dan is er een openingshandeling van onze voorzitter Jacques van Oppen samen met speciale gast Gert Leers. Er gebeuren nog een aantal dingen, waaronder de presentatie van een speciale paradelied. En er zijn muzikale mijnwerkerszonen uit Trebeek, de broers Steinman, die muziek gaan maken. En wat ik in ieder geval ook zou willen noemen, is dat om 8:30 de Koninklijke Luchtmachtkapel een voorstelling geeft hier. En die is volledig gratis toegankelijk. Dus ik zou zeggen, alle mensen die in de goede sfeer willen komen, die moeten vanavond in ieder geval hier zijn. Dus iedereen is vandaag van harte welkom. Van harte welkom. En die mijnwerkers, niet onbelangrijk tijdens deze parade, hè? Want dat is ook het motto, hè? Ja. Digging and dancing. Ja. Jacqueline, als we kijken naar de vrijdag, wat kunnen wij dan verwachten hier in Brunsum? Ja. Op vrijdag beginnen de voorstellingen. Dat is ook natuurlijk de rode draad door de hele parade. Iedere avond zijn er voorstellingen in de Brunehal, in de Rumpenerhal en hier in het Vijverpark. Vrijdag beginnen die en dan is er meteen ook een speciale voorstelling. Die is dan in de sporthal in Rumpen, dat is de galavoorstelling. Dat is het thema ook digging en dancing. Daar is een choreograaf bij betrokken en die heeft ervoor gezorgd dat zeg maar, groepen die nu hier uit het buitenland zijn, samen met muziekgezelschappen en dansgezelschappen uit de regio, dat daar een programma rond dat thema wordt uitgebeeld. Overigens is dat eigenlijk altijd een voorstelling die als eerste uitverkocht is. Ook nu gaan die kaartjes weer als een trein, dus als mensen daar nog een kaartje voor willen hebben, moeten ze wel snel zijn, denk ik. Jacqueline, mag ik jou alvast bedanken voor... je uitleg wat er donderdag en vrijdag te gebeuren staat. Natuurlijk de komende afleveringen praten wij verder wat er nog meer te beleven valt in Brunsum. Misschien is het handig om te zeggen dat mensen zich daar al een beetje op kunnen voorbereiden. Dat ze zelf al willen weten wat er ongeveer komt. Mensen hebben een krantje in de bus gehad, het paradenieuws. Ja. Dat is trouwens ook te krijgen op diezelfde verkooppunten die ik net noemde. Dus als iemand het per ongeluk heeft weggegooid, dan kan je daar in ieder geval nog opzoeken. Of je kunt kijken op de site paradebrunsum.nl, www.paradebrunsum.nl. Daar vind je dus ook nog een hele hoop informatie over wat er nog zo te komen staat aan een leuk programma overdag en 's avonds.
ik vertel er graag meer over in de volgende keer. Ja. Goed, Jacqueline. Ja? We gaan natuurlijk vandaag genieten van de opening van de parade. Ja. Mag ik jou bedanken en graag tot morgen. Ja. Beste kijkers, dit was de eerste aflevering van het Paradejournaal. Ik zou zeggen, kom genieten in Brunsum. Graag tot morgen.